Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, is gestart met renovatiewerkzaamheden aan haar beddenhuis. Hierdoor is de beddencapaciteit verminderd. Patiënten die in staat zijn om thuis verder te revalideren, worden huiswaarts gestuurd. Vanwege de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis wordt dit altijd in afstemming met de medische staf gedaan. In gesprek met het Nationaal Informatieinstituut gaat de directeur van het AZP, Claudia Marika Redan, hierop in. Wij betreuren de berichtgeving omdat het niet zo is dat patiënten onnodig naar huis gestuurd worden. Je moet begrijpen dat het opname-ontslagbeleid uitgevoerd wordt door de medische specialisten. Een medisch specialist die neemt de patiënt op en die ontslaat een patiënt. Dus als de specialist aangeeft dat de patiënt naar huis gestuurd kan worden, zal dat ook gebeuren. Je moet begrijpen dat je als geen ander beseffen dat de gemeenschap nog moet wennen aan het feit dat je ook in je eigen omgeving verder kan revalideren. Een ziekenhuis is geen verpleeghuis. Het is een ziekenhuis waar we inderdaad voor zorg dragen, dat wij bijdragen aan het genezingsproces van de patiënt. En elke dag dat een patiënt langer in het ziekenhuis ligt, kost ook geld. Dus als u hier met uw eigen omgeving kunt revalideren, met de nodige instructies van de medisch specialist, is er niets aan de hand. Verder heeft het Academisch Ziekenhuis dat vandaag 15 mei aanvang gemaakt met de renovatiewerkzaamheden van het beddenhuis. Dat betekent dat wij met een verminderde bedcapaciteit onze dienstverlening zullen voortzetten. We vragen nogmaals aan die gemeenschap om daar rekening mee te houden en ons ook te ondersteunen in dit proces. Het gaat ons allen ten goede komen wanneer wij dit proces en dit project heel mooi en op een correcte manier kunnen opleveren.